allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. Samen met mijn man vloggen wij elke dag. En om 4 uur komt er een leuke vlog online. Het is nu zaterdag 21 september 2019, om precies te zijn. Het is nu 11:30 daar geweest. Zoals je wel kan zien op de klok hier. En ik ben met eieren bezig. En ik heb mijn haar mooi gedaan. Ook leuk. En ik heb een beetje make-upje op. Ja. Het is mooi weer. Maar ik wens jullie heel veel kijkplezier. Ladies. Vanavond oma Sjoers. Jij. Vanavond oma Sjoers. Ja, moet ik het wel goed pakken. Vanavond oma Sjoers dan. Oma Sjoers, je gaat ook nog een vriend. Hé. Hey. Vanavond oma Sjoers. Ja? Vanavond oma Sjoers. Hé, hey, heb je het nou niet meer te vertellen? Als ik de camera op je richt? Hé, hey, hallo koekoek. Heb je het nou niet meer te vertellen? Hé? Hey? Nee? Nee, die gaat dus weer lekker naar buiten. Doe ik het even zo. Ja, het is al lekker een beetje vervaagd. Alleen mijn nagels zijn ook blauw. Ze waren wit. Ik moet nog even mijn haar even goed doen. Maar... Zo. En Rodi wil zo'n hele 2, 4, 6, 8. Nee, 2, 4, 6, 8. 10 bolletjes hebben. Moet de smoek ook nog smeren. En voor mezelf 5. Ja, handig toch? Het is mooi weer, mensen. Echt. Eens kijken, stralen mooi weer. Daar is papa. Ja, daar is papa. Zet hem dan binnen. Zet hem binnen. Hè? Huh? Oeh. Leed. Alsjeblieft. Lof. Laters, tot vanmiddag. Doei doei. Love you. Doei dames. Zo, wij gaan er even tussen. Nou, wij zitten dus in de auto. Ja, in de auto. In de toet-toet. Daar hebben we Ruud. Ja, hey Ruud. Hoort me niet. Ziet ons niet. Nee. Nou, wij gaan. Nou, ja. Wij zitten dus in de auto. En we gaan dus eerst naar het tankstation. Tanken. Gaat hij goed vol? Dan rijdt hij wat lekkerder. We gaan op naar hier. En dit moet ook gebeuren. Dat ruikt zo lekker. Hè. Dit ruikt zo lekker. Nou, nog niet in de file, maar ja. Het wil nog niet echt doorrijden, nee. Dus ja. Maar dat is wel grappig, toch? Maar het is wel mooi weer, dus dat hebben we mee. Dat scheelt heel erg, hoor. Echt, hè? En hij heeft zo'n mooie broek aan. Is het zo, bè? Er zitten hier namelijk schaapjes in. Deze. Meh. 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 Nee. We staan dus nu. We stonden naast de schapen. Ja. We zijn dus nu al in Alkmaar. Ja, het is nu net op de klok in de auto is het 3:03. Op mijn horloge is het 6:06. En op mijn toen mogen we weer stoppen. Was het weer, en wij staan als eerste, dat is het leukste. En op mijn telefoon is het 7:02.
7:30 over 2. Ja, ja, dat is goed. Ja, ik wil heel graag eigenlijk een shout-out doen naar een Tesla-bestuurder achter ons. Want die zit al vanaf Alkmaar achter ons. En we zitten dus nu al in Den Helder. En met dat kenteken XF 84 en dan een B. 840 en een B. Ja. Top! Want heel vaak zijn Tesla-bestuurders, die hebben zoiets van, hey, ik heb een dikke auto onder mijn kont zitten, ik wil inhalen. Nou, deze bestuurder dus niet. Dus ja, helemaal top toch? Deze bestuurster, die heeft het tot nu toe helemaal volgehouden om net dus nu pas voor ons te gaan. Ik zeg een duimpje omhoog voor haar. Helemaal goed. Zoals jullie dus al wisten, zijn we dus nu in Den Helder. Ik kan het mijn mond niet uitkrijgen tegenwoordig. Maar oké, we zijn dus in Den Helder. Joehoe. Nou, ik ga even kijken bij de deka voor andere panty. De panty die ik nu aan heb, die is te groot. Daar had ik even geen rekening mee gehouden. Nee, dus dat gaan we even doen. Nou, ik heb dus een jurk aan. Deze jurk komt dus van de kledingbank in mijn buurt. Deze schoenen heb ik bij Van Haren. Panty weet ik niet. En de jas heb ik van Facebook en van de groep de Husky groep. Dus dat is mijn outfit voor vandaag. Hey, heel goed. Dat dacht ik. Hoi. Hoe vind je, ja, maar hoe vind je mijn haar eigenlijk? Een beetje blauw. Leuk! Ja, dat is mooi. Zeg ik toch al? Als je niet in elkaar slaat, dan wordt het helemaal paars. Hè? Als je eens in elkaar slaat, dan wordt het helemaal paars. Dat staat er niet meer bij. Dat is maar niet meer dan. Oh, leuk hè? Nee, we lopen dus nu eventjes door Den Helder. Mijn moeder en ik denk dus dat we dus in de file staan. Stonden we ook. Stonden we ook, inderdaad. Stonden we ook. Maar het is nu niet meer. Lang al en breed niet meer. Maar dan kunnen we nog eventjes kijken naar de mooie muurschilderingen. Straatschilderingen. 3D, ik vind het allemaal prima. Ja, 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 ik heb je er al op hoor. Ik heb je er al op, schat. Nou, dat is één. Onze rotdraaiorgel. Ja, ik vind helemaal niks meer, mensen. Maar ik vind... Schat, wil jij in dat ding staan, bakkie? In het witte. Even zonder ro. En nu met ro. Even met die voet er even... Juist, goed zo. Help. Ik wou net zeggen, daar gaan we precies... Ja. En wie we ook nog eens een keertje op hebben gepikt en tegenkwamen, dat is ons Jantje van Dam. Ja, ook al gearriveerd, kijk. Ja, precies. En
ook dat mocht. Ja, dat is erg, hè? Ja. En de brug en die was dicht. En de tunnel en die was open voor ons dan. Ja, ik heb een lekker band. Ja, en de boot en die had een lekker band. Dus ja, ook dat nog allemaal, Jan. Allemaal, hè? Ja, echt, hè? Ja. Dus nee, ik heb net mijn moeder een appje gestuurd en dat we er om 4:15 zijn, maar dan zijn we er al lang. Ja. En Ro en ik hebben net een lekker gratis banaantje gehad. Ja. Gratis. Ik hou van gratis. Heerlijk. Zo. Ja, mooie. Ja. Nou, parkeertreintje. Is ja, mooi. Dit, hè. Dus ja, dat. Ja. Ga zo meteen een tunneltje onderdoor. Tunneltje hier. Niet daar, maar daar. Als jij alvast een beetje doorloopt. En je weet van niks, hè? Sorry, mam. Lekker verrassing. Kijk, dat ene boetje hangt daar. Hey, mam. Gistermiddag. Hey, mam. Hi. Nou, dat is Corrie. Ja. En dat is Jantje, die we al een tijdje in het oog en in het vizier hebben. En dat is mijn mam. Ja. Bellen, we zijn. We moeten even smoesen. Ja, ik wil dat niet, hoor. We zijn er wel 4:15. Jawel. Zo, ja. Ja. Leuk, hoor. Zien jullie er netjes uit? Ja. En wat ben jij mooi? Ja, ik heb nog trillen. Vindt u? Dank u. Ja, je bent mooi. Zo. Helemaal niks. Ik fiets niet. En jij komt er niet op fietsen. Fabio, tja. Zo, we zijn op pad. We gaan allemaal met z'n vijven weg. Oh, je hebt een beetje mee. Het is lekker warm. Het zonnetje schijnt. Lucht is blauw, kijk maar. Lucht is heel mooi blauw. Lekker bezig. Kijk, dat is mooi. Zo, zonnetje. Ja, zonnetje. Zo, hè, lekker. Hi, mam. Hoi. Die kant op, hè? Ja, linksom. Dat is mooi. Gaan we dat ook doen, toch? Ja. Kom dat gewoon nu, hè? Nou, enkel terug. Ik heb het licht. Ja. Daarbij, Corrie. Dit is Corrie. We maken het hier helemaal gezellig. Geen ja. Lieve. We gaan het gewoon gezellig houden. Ja. Lekker, dankjewel. We krijgen hier een lekker nijtje. Oeh. Is dat lekker of is dat niet lekker? Ik dacht het wel. Pak er al eentje gelijk een schaaltje. Ja. Wat heeft dat, Karin? Oh, jij even. Nee, ik hoef het al niet. Ik ga het even proberen. Ik weet niet hoe ik mijn gezicht. Lekker. Ja? Ja. Mooi. Dan gaan we dat ook proeven. Een randje. Alles wat we nooit niet gehad hebben, we hebben één keer in de leven geprobeerd. Ja, ja. Het is eigenlijk aanstaande woensdag, 25 september, zat ik 11 jaar met onze lieve Jack getrouwd. Ik heb zijn foto helaas vergeten. Die zou ik meegenomen hebben.
maar hij is even goed bij ons. Hij zit bij ieder op ons schouder. Hij kijkt allemaal voor onze schouders mee. Hij ziet vliegjes vliegen net zoals ik. Nee, dat is goed. Bekoren. Nou. Lukt dat schat? Nu wel even, ja. Ik denk dat het om een hoekland te gebruiken. Dan weet je maar hoor, dat jij erbij kan zijn, lieve Corrie. Veel lief van Corina. Karin. Yes, leuk. Thank you. Spiegelbeeld voor mij, maar dat is voor zo meteen dus niet meer zo. Nee, laat mij maar lekker een beetje Hannes, dat vind ik leuk. Maak wel een Corrie, gewoon openmaken. Oh. Nee, het cadeautje. Je hebt nog een pakje. Dat jij bij mij lief, dat jij mij lief op mijn dochter Karen erbij kon zijn. Veel liefst van mama. Ja, dat is graag gedaan. Dat is heel mooi. Even openmaken. Netjes uit te pakken. Ja, dat heb ik ook geprobeerd. Maar dit is een rotplak. Ja, dat is goed gemaakt. En het envelopje is ook over de sluiting is geplakt. Maar geloof mij met kijk. Want drinken. Zapen. Ja, nou nog een bakje. Dankjewel. Mijn been. Zo. Ja. Dankjewel, man. Graag gedaan. Graag gedaan. Oh. Ben jij dat? Is dat zo? Zo. Ja, dat is jammer. Overbelicht. Ja, ik moet ook zo lachen als ik jammer Facebook heb. Hoe sluit jij af? Bij mij, in mijn pb, je lieve huisvriend Maatje. Ja, ja. Mega blij. Alweer? Mega. Maakt niet uit. Leuk hoor. Omdat ik het fijn vind, mijn liefhebbende schoonzoon Roderick erbij kan. Weet ik. Graag gedaan. Leuk. Nee, die kaartjes waren er. Dat is toch een hele rijkdom voor schoonzoon. En die krijgt Jan dus. Leuk hoor. Want dat mag je rustig weten. Die kaartjes heb ik bij de Vibra vandaan. En ik vroeg gek. Bedankt. Dank je. Mag je wel weten. Oké, dat heb ik niet te doen. Ja, maar. En dan kom ja. Maar mam. Ja. Omdat wij dus erbij mogen zijn. Ja. En het is ook een hele speciale gelegenheid. Ja. Vandaag. Ja. Hebben wij ook iets voor u? Waarom dat? Waarom dat? Omdat u ons ook uitnodigt. Ja. Voor dit speciale gelegenheid. Vorig jaar kon ik niet bij zijn. In de andere jaren ook niet. En nu wel. Dus. Ja, het had in een stalen bruiloft kunnen worden. Ik heb toevallig vanmiddag nog gekeken. Had het de staal, had het de stalen geworden. Moet ik maar even omdraaien. Hier, mooi. Dankjewel. Mooi, hè? Ja, mooi. Het is een blauwe, ik heb nog nooit een blauwe gezien. Jij? Ja, in de keuken zie je die in blauw. Maar ik houd ze niet goed. Tuurlijk wel. Alsjeblieft. Maar, daar zijn wij er nog. Ja. Even open. Moet ik deze water geven? Twee handen, dat ik deze even water geven. Deze water geven. Eén keer in de week of twee keer zetten. Eén keer in de week, man. Mama. Hoort me niet. Nee. Mama.
één keer in de week een scheutje water. Eén keer in de week. Oké. Okay. Dus zaterdag. Iedere zaterdag. Het is vandaag zaterdag. Dus zaterdag is de dag. Zaterdag is de dag. Is dat niet? Welkom. Nee, maar ik kijk naar dat doosje, dat vind ik gewoon leuk. Ja, maar het is geen Delfts blauw. Je hebt een mes naast je bord liggen. Ik heb wat in Hollywood geleerd. Ik luister. En dat is om geen mes te gebruiken. En dat is het onderdeel van deze. Oh, hier. Standaard. Met een lamp. Ja, en daar moet je dus nog batterijen in doen. Ja, dan kan je. Ik heb in de buffet in die kast, die brillenkast, hek op beeldjes staan die er tegenop op kunnen. En dan moet je een batterij erin doen. En dan krijg je kleurtjes. Kom maar. Hij is zwaar en hij is breekbaar. Weet u, mama, mam, luister, weet u wat u vroeger nog altijd maakte? Als u deze gaat openmaken, dan weet u dat wel. Alsjeblieft. Mag ik hier zo'n hap? Ja, mag. Hij is zwaar. Wat mee? Ja, maar je bent gewaarschuwd, dat scheelt. Hou vast. Oh. Nou, die gaat open. Maar kom. Mooi kleurtje dat er. Ja. Papier. Het is wel aan je gedacht, Corine. Speciaal dag. En dan mag mama ook even in het zonnetje ingezet worden. Ja. En dan denkt mama wel alleen maar aan haar liefvallig mannetje die er niet meer is. Maar ook mama mag even in het zonnetje gezet worden. Ben ik helemaal met je eens. En dat vindt ze even helemaal niks. Maar dat is moeilijk. Dat snap ik. Nou denk ik aan een ander. Oké. Okay. Maar wat heeft u altijd vroeger gemaakt met de loofertjes? Ik kocht allemaal beeldjes van Piet Schuin. En dan met loofertjes in die hele kleine veld. Dat ik er altijd helemaal sieren ermee, met de juiste kleuren. Ja, ja. En zoals mijn vader, mijn stiefvader dan, maar ik zeg maar stiefvader, die hield ontzettend veel van pandemoeren. Oh. En de ziekenhuiskamer ook, nou die ze hadden een hele grote pandebeer ergens op weten te tikken. Ja. En die hing boven zijn bed in het ziekenhuis. Oh. En dat is inderdaad om dat daar op te zetten. Ja. Als het gaat in mijn herdenking, zoek je. Alsjeblieft. Dankjewel voor die verschatten. Hoe geef je het? Oh, God. Heel mooi. Ja. Ja, heel mooi. Graag. Ja. Want hij staat heel veel vast tussen die metaal. Maar hoe hebben jullie er gegeten en hoe vonden jullie het? Hartstikke lekker. Dat is mooi. Kom. Wat mij betreft een beetje erg veel vlees. Lekker toch? Flex vegetariër. Ah, oké. Dit is heel grappig. Ik kan daar dus precies zien hoe het alles is. Maar... Je moet hem dan heel goed sluiten, dat staat er hier ook.
Ja, dus je moet hem dan echt goed op slot doen. En dan is hij, dan wordt hij inderdaad mat glas. Heel grappig. Dus net als dit, wordt die dan ook. Heel grappig dit. Wel hele mooie wc. Ja, heel kikker. Rodi zit in de Dat is grappig hè, dit hè? Nou niet. Ja? Grappenmaker. Grappenmaker. Haal mama op, dan kan ze het zien. Zo, ja. Zijn wij eerder beneden of later beneden als mama? Hé, Corrie. Het is hier lekker. Het is hier heerlijk. Zo. Zo. Waar waren we weer? Beneden. Oh, is hij er al? Ja, tuurlijk is hij er al. Gaat het allemaal knorretje? Ja hoor. Welke kant wilt u op, mam? Die kant op. Of die kant op. Mag hoor. En ik ben de vloggende dochter. Ben jij de vlogger van jou? Ja. Ik ben en ik ben de dochter. En ik vlog ook. Kijk maar, kaartjes. Alweer? Had je al dan? Ja, ik heb er al eentje. Nou, geef je die maar door een vriend. En dan ken je mij ook. Ja. Ik heb er nu 5. Mooi. Ja. En ik vlog ook. Waarom moet ik er eentje? Ik heb twee. Goed zo, kom maar goed voor jezelf. Ik doe het uitdelen. Ja. Dat is helemaal goed. En als je mij even opzoekt op en op YouTube, is het gewoon Karin met de zee. Net zoals de Pokémon oma. Ja. En dan Van der Werf met enkel F. Okay. Ja? Ja. Top. Van der Werf. Jullie komen erop. Ik kan niet abonneren omdat ik geen YouTube kan. Oh. Geeft niet. En wij kunnen mooi aanmaken. Top, helemaal goed. Ja. Ja, en je zit in mijn vlog, ja. En die gaat straks naar Den Haag. Ja. Den Haag, de mooie stad achter de duinen. Oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Een hele goede nacht allemaal. Namens Ro en mij, ik en Ro, willen wij jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan het riedeltje met alle vier de dingen. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ja, reactie achterlaten. Ja. En weet jij hem? Ik er niet, even op dit moment. Maar jij vast en zeker wel. Nou, dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen maar weer. Toch? Ja, tot morgen. Doei.